Dank jullie wel, dank jullie wel. Ontzettend bedankt, publiek hier aanwezig in de EMG Factors te Groningen. We zijn hier de hele dag aanwezig om te praten met mooie Groningse ondernemers, mooie Groningse bedrijven. Zo'n bedrijf is Cordify. Dion ten Hechler, wat doen jullie? We hebben een online muziekdienst waar je muziek om kan zetten na akkoorden, zodat je kan meespelen met toetsen of piano, of toetsen of gitaar. Dat is wel de hele korte versie. Kun je even uitleggen hoe dat werkt, want ik snap er nog helemaal niks van. Ja, ik ben misschien een beetje verwend geraakt. We kennen elkaar, we hebben vaker hier gezeten natuurlijk. Eigenlijk heeft hij dit al drie keer verteld ons, maar we hebben gezegd, vertel het nog een keer. Maar ik stel de vraag namens de kijker. Uiteraard, en trouwens, voordat ik dat doe, moet ik eerst jullie bedanken, want Johan Schaap zit in Seoul mee te kijken. Seoul, moet ik geloof ik zeggen, in Zuid-Korea. En die zegt dat het applaus tot daar te horen was. Dus hartelijk dank. Dat is hier Groningse bravoer. Ja. Ik ga ervan uit dat mensen het al kennen. Maar we hebben dus een muziekdienst. Je kan vanuit YouTube of Deezer tegenwoordig ook, of Soundcloud, of je eigen muziekfiles, kun je muziek in ons systeem stoppen. En het algoritme geeft je dan akkoorden terug. Ik zal je even vertellen. In een intuïtieve, interactieve play. Ja, en voordat deze uitzending begon, vertelde ik dat ik op nummer 57 in de top 100 heb gestaan. En ik heb ook, wat doe je altijd met dit soort diensten? Je stopt je eigen nummer erin. Even kijken, kan Cordify ook mijn eigen nummer herkennen? En dat klopte. Ja. Akkoorden waren goed. Ja. Hey, maar het mooie daarvan is, als muzikant zeg ik dat zelf, dus ik heb geen goed gehoor. En het moeilijkste wat er is, is eigenlijk die dingen, vind ik zelf, de juiste akkoorden uitzoeken. En als je soms een boek koopt, staan er compleet en heel ingewikkelde akkoorden in. Vaak omdat ze vanuit een piano, heb ik het gevoel, zijn omschreven. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Had je zelf dat probleem ook? Nee, Bas, de initiator van Cordify, die is zelf gitarist en die... Die heeft zelf ook les gegeven. En die zat vaak tot laat zondagavond te pielen met zijn gitaar om het op schrift te krijgen voor zijn studenten. En hij is kunstmatige intelligentie gaan studeren. En heeft zich toen toegelegd op muziekwetenschappen. Dus dat is eigenlijk de oorsprong van Cordify. Dus wel uit een eigen behoefte. Maar het klinkt mij als ontzettend ingewikkeld. Want je stopt ergens een geluidsfile in. En die moet dus de akkoorden herkennen, zeg maar. Vaak ook van zwaar vervormde gitaren, et cetera. Hebben jullie die technologie zelf ontwikkeld? Deels. Het is stapeling van ook deels open source software. En we zijn ook wel heel hard bezig om die algoritme te verbeteren. Een van de dingen die op stapel zijn staan voor dit jaar nog is om het ook een lerend algoritme te maken. En dat zou heel erg vet zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat we de input van gebruikers gaan gebruiken om de algoritme te verbeteren. En wat is die input dan? Ik zeg het klopt of klopt niet. We gaan een community eigenlijk bouwen rondom ons plan. We hebben nu al veel bezoekers. En we krijgen heel veel vragen van waarom kan ik de akkoorden niet aanpassen? Want je zegt van het is heel ingewikkeld. Dat is het ook. De accuratie ligt tussen de 80 en 90 procent, 75 en 90 procent. En dat kan dus beter. En we krijgen dus de vraag van mensen van kan ik het handmatig aanpassen? Nee, dat kan nu nog niet. Maar in de nabije toekomst wel. Daar zijn we al mee bezig met die ontwikkeling. En het zou te gek zijn, want dan kunnen we dus die accuratie... Verbeteren. Ja, je zegt we hebben veel bezoekers. Hoeveel is dat? Meer dan 100.000 per dag. Per dag. Is dat hard gegroeid? Ja, heel snel. Maar in wat voor tijdspannen hebben we het dan over? De launch was bij Eurosonic in 2013, in januari. Oké, dus dat is ruim een jaar geleden. Voor de niet-Groningers. Ja. Ja. En als je kijkt naar dat publiek, is het gelukt? Want dat zei je aan het begin, het is een internationaal platform. Mm-hmm. Is het gelukt om die bezoekers ook uit de hele wereld te krijgen? Ja, enorm. Want we begonnen heel goed in Nederland. Ik weet niet precies, maar ik denk dat we met Nederland nu op de 12e plek of zo staan. En nummer 1 is Amerika. 25% van de bezoekers komt uit de States. Wat heb je daarvoor gedaan? Gewoon heel erg actief geweest op internet sowieso. Maar we hebben eigenlijk geen marketingbudget. Dus het is eigenlijk heel erg organisch gegroeid. Gewoon via blogs en fora. Mensen echt gewoon mond tot mond eigenlijk. En hier en daar media waar we de kans krijgen. Ja. Jullie waren een van de eerste. Dat is mooi eigenlijk. En Cordify schrijf je op je site. Het is een free online music service. Mm-hmm. Hoe verdien je hier geld? Nou, free tot op zekere hoogte. We hebben een premium plan. Je kan een account aanmaken. Dan krijg je extra mogelijkheden. Zoals de snelheid aanpassen. Je kan met de capo spelen. Je kan een eigen muziekbibliotheek aanleggen.
Dus dat zijn een paar extra's die je krijgt als premium user. En wat kost dat? €5,99 per maand. Oké. Hey, wij zitten hier in Groningen. We hebben het een paar keer met verschillende mensen al gehad over Groningen als stad om te ondernemen. Heb jij op enig moment het afgelopen jaar, terwijl je hard werkte om je bedrijf groot te maken, gedacht, hey, ik moet hier weg, ik moet naar Amsterdam of ik moet naar Londen of naar Berlijn? Nee, zeker niet. We hebben het wel eens over. Gijs en Tijmen die zijn net op uitnodiging van het Nederlands consulaat naar New York geweest. Die vliegen vandaag terug, of zijn gisteren teruggevlogen. Er was een pitch bootcamp, heel tof gehad en ook een contest gewonnen en hebben weer heel veel aandacht mee gegenereerd. Dank je wel. Ik was er helaas zelf niet bij. Maar dan heb je het wel eens over van tof New York, tof Berlijn. Ik ga toevallig morgen naar Berlijn, gewoon privé, het is een gek stad, maar Groningen is ook echt heel fijn. En we zitten niet alleen in Groningen, deel zit in Utrecht en een deel zit in Oxford. Dus voor de bravoure, iedereen kan daar zijn eigen verhaal vertellen. Je kunt het best op zoveel mogelijk plekken zitten, merken we, vooral in het begin. Omdat, wat heel grappig was, de eerste media-aandacht kwam naast die van jullie, heel erg lokaal. Uit Groningen, het Dagblad van Noorden en dat is te gek begin. Ja. Ja, maar daarna is het, er zijn eigenlijk zeg maar, twee verhalen ook als het over start-ups gaat. Sommige mensen zeggen, ontwikkel je dienst zeg maar, in je eigen land of in je eigen omgeving. Zodat je dan kan laten zien dat je boel op orde krijgt en dan verder kan groeien. Andere mensen zeggen van ja, maar als je met zo'n kleine focus begint, dus niet met een internationale focus, is het heel moeilijk om later een overstap te maken. Ja, maar het werd al gezegd, wij zitten in Groningen, Utrecht en Oxford, maar we richten ons niet op Nederland, we richten ons gewoon mondiaal. Ja, hey, als je zei net, we hebben geen marketingbudget, het is heel organisch gegroeid en heel via. Maar als je nu toch even terugkijkt, met name ook wat kunnen anderen van jullie leren, zeker als het over dit onderwerp gaat. Het is toch niet, je hebt al iets gedaan, hoop ik. Het is niet helemaal gewoon toeval geweest. Nee, we hebben eigenlijk gewoon vooral achterover gezeten en gewacht. Ja. Nee, ja, gewoon overal naartoe gaan en je verhaal vertellen en elke kans grijpen die elk podium beklimmen. Ja, het zijn allemaal heel erg open deuren en gewoon alles wat je kan. Meepakken. Ik bedoel, ja. Is het voor jou, is het groeien voor jullie een probleem? Dat je snel groeit, dat het duurder wordt om je bedrijf? Onze kosten zijn relatief laag. Alleen we zijn nu wel aan het investeren. We hebben ook net een soort van klus voor de tweede keer eigenlijk al bij iemand anders neergezet. Ja, dat moet betaald worden, maar we verdienen inmiddels geld. Dus dat gaat eigenlijk heel goed, maar nog steeds wel organisch. Het zijn afwegingen die je maakt. Wil je sneller, moet je inderdaad investeren. Of we doen dat zelf. Maar inmiddels verdienen we dus genoeg geld om mensen in te huren. En wat zijn je ambities? Waar wil je komen? Ja, goede vraag. Er zijn 1 op de 10 mensen speelt een instrument. Dus de markt is enorm. Er zijn 600 miljoen mensen die iets aan ons kunnen hebben. Als we daar de helft van bereiken, dan... Op welke termijn? Dat zijn ambities, daar hou ik van. Ja. Op welke termijn? Ja, we zijn dus vanaf scratch in begin 2013 begonnen. Dus we zijn heel blij met de groei die we hebben doorgemaakt. En je vroeg net naar verdienmodellen. Die premium accounts is één ding. Advertising is eigenlijk ook een hele belangrijke. Die was nog niet genoemd. We hebben per juli een nieuwe deal met een Nederlands bureau, die ook WeTransfer vertegenwoordigt. Ja. Dus dat is heel positief, want we hebben ons advertentieformat met non-intrusive wallpapers. Dat is een beetje ons paradepaardje. Advertenties die de site dragen in plaats van afbreken. Dat is exact hetzelfde wat WeTransfer doet, hè? Met echt kwalitatief hoogwaardige wallpapers die niet afleiden van de content. Minder afleiden dan reguliere advertenties in ieder geval. Ja. Ja, vaak zijn ze bij WeTransfer zo mooi dat het zeg maar juist de site... Dat je vergeet iets te downloaden. Ja, exact. Meestal heb ik het gewoon alleen maar in mijn browser staan en doe ik er niks mee. Ja. Hey, en één dingetje wat ik nou van een eerder keer dat we elkaar gesproken hebben, heb onthouden. Dat het jullie ontzettend geholpen heeft om op het juiste moment dat er een nieuwe plaat, een nieuwe hit, een nieuw nummer kwam. Ja. Het eerste zoekresultaat te zijn. Dus heel belangrijk geworden snel voor zoekmachines. En Daft Punk volgens mij, de laatste
Daft Punk nummer was daar één voorbeeld van. Ik herinner me de laatste keer toen het Songfestival en toen wij in Nederland het zo goed deden, dat ik dacht, hebben jullie daar nou een actief beleid op ontwikkeld? Heb je ook mensen zitten, zeg maar, die als er zoiets komt, denk als we nu deze plaat even snel de akkoorden alvast erin zetten? Nee, we hebben daar geen aparte mensen voor, maar we roepen dan wel tegen elkaar van, oh ja, een Songfestival, moeten we daar iets mee? En dan... Maar dat gaat vanzelf, hè? Dat is ons platform. Mensen die stoppen dat er zelf in en dan is het er al. Ja, ja. Dus eigenlijk daar zijn we vrij passief in. In het begin, wat we deden, gingen wel allerlei lijstjes erin stoppen met top dit, top dat. Ja. Gewoon alleen maar om ze gekwalificeerd te hebben. Zodat ze dus sneller ook in Google, in de ranking, hoog komen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want het gaat vanzelf. Dus achteroverleunen en kijken hoe hard dat is gaat. Niet. Ja. Nee. Het gaat vanzelf. Prachtig. Ja, ja, dus voor ieder van jullie die nog geen gitaar of ander instrument speelt, er is eigenlijk geen excuus meer, hè? Chordify, ik speel geen gitaar. En, piano, wat doe je? Ik heb inmiddels een gitaar en ik moet echt nodig beginnen. Het staat echt al vanaf dat we zijn begonnen op de site. Dat Dion is dying to learn the guitar. Het is nog steeds zo, maar ik moet nog beginnen. We zijn te druk. Nou, dan kan ik je aanraden om de Loop gitaar te kopen. Dat is een prachtige driesnarige gitaar. Hij is nu in elektrische versie. In een elektrische versie. Want het voordeel is, je hebt eigenlijk maar drie snaren nodig om de basis van akkoorden te spelen. Dus dat scheelt alweer. Die barré pakken is best wel even een dingetje. Maar dan moeten we dan voor Chordify al die grips weer opnieuw gaan ontwerpen. Ja, is niet in jouw belang, begrijp ik. Ik denk dat het nu wel heel piano, begint nu wel heel gitaar. Specialistisch te worden. Ja. Voor, en we hebben ukulele. Ja. Patrick Lonstra vraagt, kun je op den duur ook samen muziek maken met Chordify, met verschillende instrumenten dus. Beloof het zelf niet te doen, zegt hij, want ik ben amuzikaal. Nee, het is geen, wel een leuk idee. Dat in één keer de band uitkomt. Je stopt de nummer erin en dit is de drumpartij, dit is de baspartij, dit is de gitaar. Hup, go. Ja, maar dat is toekomstmuziek. Dat is een standaard grap, dat gaat gewoon nog niet. Waarom niet? Omdat we kunnen dat nog niet uit elkaar trekken. Het zijn akkoorden, dus het is gewoon een bovenliggend geheel. Ja. En daarom, vandaar ook die inaccuratie. We kunnen niet uitsluiten dat het over, weet ik veel, 5 of 10 jaar, ik ben zelf niet de muziekwetenschapper, dat het wel kan. Dat je ook gewoon ingewikkelde arrangementen helemaal uit elkaar kan plukken en daar iets over kan zeggen. Maar op dit moment gaat het gewoon nog niet. Ik denk dat ik me nog even aansluit bij grunnenrocks.nl op Twitter. Die zegt, oké, het Noorden moet duidelijk trots zijn op Chordify. Ben ik ook helemaal eens. Dus blij dat je er weer... Dankjewel. En Utrecht en Oxford. Oké. En de volgende personeelsleden moeten uit andere steden komen, begrijp ik inmiddels. Dat is goed voor de spreiding. Ja, we hebben iemand uit de States. We willen inderdaad wel gewoon overal mensen. Ja, oké. Nou, dat is dan een goed idee voor verspreiding over de wereld. Jij dankjewel. Tot een volgende keer. Want we blijven dit pracht initiatief, dit mooie bedrijf volgen. Ik wil nog eventjes het lijstje bedankjes doen. Straks, ik ga vanuit als we de 3 hebben gedaan, dat jullie het zelf kunnen herhalen hier in de zaal. Kun jij het al steken? Ik weet het bijna wel, ja. Ja? Okay. Ja. We beginnen met EMG Factors. Zo heet het gebouw hier. Dan hebben we natuurlijk onze vaste streaming provider Streamzilla, die dat al 3 jaar bij ons doet, dus die bedanken we elke week. Dan hebben we de zakelijke telecom provider van Noord-Nederland, Voice. We hebben de social media hub. Club. En ik weet dat we ook nog de Europese Unie, het Europese Fonds voor de Stimulering van de Lokale Cultuur, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland hebben. Maar dan heb ik er wel 1 vergeten, volgens mij. Hotel, ons hotel. Ons hotel. Ja. Het Mercure Hotel. Zeker onder de indruk van je. Dankjewel.